Hoi, daar zijn we weer. Het is zaterdag, zo'n 2 uur in de middag. En waar ben ik? Nou, ik ben in Mannheim in Duitsland. Afgelopen dinsdag had ik een rustdagje in de trein. En vanuit Udine ben ik naar Zürich gegaan, boven in Zwitserland. En daar ben ik vandaag de afgelopen dagen via Basel, een stukje Frankrijk, Duitsland binnengekomen. Nou, het wordt best even pittig. Afgelopen 3 dagen ruim 300 kilometer gefietst. Vandaag nog een klein restje van 65 kilometer. Nou goed, die zit er ook op. Het is naar de omstandigheden best goed gegaan. Een paar kleine dingetjes. Ik was met Google Maps aan het fietsen, zoals altijd. Alleen nu pak ik tegenwoordig de fietsroute, want dat kan vanaf Italië. En af en toe kom ik wel wat gekke wegen tegen die niet echt fietsgeschikt zijn, zou ik zeggen. Maar goed, dat maakt het ook alweer avontuurlijk, zoals je ziet. Ik had gisteren een klein probleempje. Ik was onderweg en ik zag 's ochtends al dat mijn band een beetje zacht was. En ja, we gaan de weg de dag. Ik denk, dat gaat niet goed zo. Dus ik ben halverwege gestopt. Bandje vervangen, de binnenband. Ik had gelukkig wat hulp gekregen van een man bij een autogarage. En zo is het allemaal goed gekomen en kwam ik ook weer die dag op bestemming. Al was het wel wat later dan gepland, maar goed. Vandaag een grote verrassing. Ik wist het, was een klein beetje gepland in de afgelopen dagen. Maar mijn ouders die zaten met mijn zusjes hier vlakbij Heidelberg. En dus kunnen we vanochtend een mooie ontmoeting met elkaar regelen. Nou, hartstikke goed. Ze zijn inmiddels weer vertrokken. Ik ben nu in een mooi park hier in Mannheim. Aanstaande maandag hoopt er een vriend deze kant op te komen. Fietsen de laatste week samen terug. Nou, dat is wel heel gezellig. En dan hoop ik volgende week dinsdag, 13 augustus, hoop ik weer in Assendelft aan te komen. Hoi, het is maandagmiddag, 2:15. En nog zo'n 20 kilometer te gaan. En dan zijn we in Bingen am Rijn. Nou, ik heb een mooi weekend gehad in Mannheim, daar nog naar een dienst geweest. Vanochtend wat regen gehad, zoals je ziet. De eerste keer, maar ja, we naderen Nederland, dus ja, hoe kan het ook anders? Nou, nu nog een klein stukje, een beetje off-road. Google Maps, die snapt het weer niet helemaal volgens mij. Wel heel mooi door de wijnbouwen heen hier zo. En nog ruim een beetje te gaan, dan zijn we weer in Nederland over. Kijk,